Vandaag in het DBC-nieuws. Boxtel herdenkt de bevrijding bij het verzetsmonument. Een bijzondere gebeurtenis in het Oertijdmuseum. En smullen van bloemen. Albert Heijn, Fresh Mix. Dat is heel veel vers voordeel in de mix. Bij Plus houden we van rijst. Neem nou onze Fairtrade pandanrijst. Een lange korrel met een lichte, nootachtige smaak. Heerlijk, maar ook eerlijk. Want de rijstboer in Thailand krijgt er van ons een goede prijs voor. Dat is goed voor de boeren daar. En goed voor de boeren hier. Wat is dit, hè? Wat zoekt hij nou, joh? Oh, de saus. Waar ken ik hem toch van? Plus, goed eten. Daar houden we van. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Boxtel. Welkom bij het DBC-nieuws van woensdag 18 oktober. Het DBC-nieuws is een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Stel, u bent aan het vroeten in de grond voor bijvoorbeeld het aanleggen van een grote vijver en u vindt daarbij iets bijzonders. Een oude pijpenkop, een bijzondere munt of misschien iets dat u juist helemaal niet kunt thuisbrengen. Wat doet u in zo'n geval? Vanaf nu kunt u terecht bij de zogenaamde Archeo Hotspot in Boxtel. Een plek waar wetenschappelijk onderzoek en recreatie samenkomen. Dat is bijzonder, want daarmee heeft Boxtel de 8e Archeo Hotspot van Nederland. Afgelopen zondag werd deze hotspot feestelijk geopend in het Oertijdmuseum in Boxtel. Wethouder Maruska Lestrade en directeur René Fraaije van het museum zijn dan ook apentrots op deze bijzondere toevoeging aan het museum in Boxtel. Naast mij staat Maruska Lestrade, wethouder van onder andere cultuur van Boxtel. Dus als Maruska de sleutel uit deze amfoor wil halen, dan komt het helemaal goed zometeen. Ik vind het wel eng hoor, zo'n hele oude, dus ik moet even voorzichtig zijn. Dan... We gaan er omheen. Deze pot was... Maar 1 week of 2 weken oud hoor, dus schrik niet. Alsjeblieft, Maruska. We zijn hier bij een Archeo Hotspot in Boxtel. Wat is dat? Nou, dat is een plek waar mensen naar binnen kunnen lopen, net zoals vandaag. En dan allerlei vragen kunnen stellen over archeologie. Ze kunnen vondsten meenemen, maar ze mogen ook hier komen meehelpen met plakken, met uitzoeken. Dus het is een heel laagdrempelige instelling waar mensen zo binnen kunnen lopen en veel kunnen leren en doen op het gebied van archeologie. Gewoon voor Boxtel ook hartstikke belangrijk. We hopen ook dat de mensen die hier bijvoorbeeld een dagdeel zijn, dat die dan doortrekken naar het centrum van Boxtel. Want daar kunnen ze ook andere leuke dingen doen. De verbinding van dit museum met alles wat er te doen is in Boxtel is ook voor ons heel belangrijk. Bij het Oertijdmuseum kunnen kinderen voortaan ook hun archeologische talenten trainen. In een grote werkzand heeft het museum munten verstopt. Deze kunnen met een metaaldetector worden gezocht. Het kost even moeite, maar dan heb je ook beet. De Liemse voetbalclub DVG opende zaterdag nieuwe kleedlokalen. Al jarenlang was renovatie van de kleedruimte een grote wens van de vereniging. Dankzij een bijzonder creatieve manier lukte het DVG dit doel in een zeer korte tijd te realiseren. De verbouwing kwam namelijk tot stand door het uitgeven van obligaties. In een maand tijd werd op die manier 100.000 euro verzameld om de bouw voor een belangrijk deel te bekostigen. Het oudste lid, de 85-jarige Cor van Dijk, knipte samen met DVG-voorzitter Toon van Rurenmonde het lint door. De deuropening was aan de binnenkant afgeschermd met een vlag en de allerjongste DVG'er, Melle Schalks, trapte met een welgemikt schot een bal dwars door deze vlag. Met luid applaus waren hiermee de kleedkamers officieel geopend. Niet alleen een bijzondere dag bij DVG, ook leerlingen van basisschool De Spelenlier beleefden een speciale lesweek onder de naam Design Week. Zij mochten namelijk aan de slag met robots, programmeren van computers en het ontwerpen van apps. Alles stond in het teken van nieuw onderwijs in de 21ste eeuw. Robotten, doe je armen maar naar beneden. Wij waren zeer geïnteresseerd in een doorgaande leerlijn voor kinderen tussen 10 en 14 jaar. En we wilden kijken of we met dit betekenisvol project voor kinderen van
groep 7 en 8, maar ook voor groep 2, dit zou ik kunnen realiseren. Nou, wij hebben van bladeren hebben wij papier gemaakt. Wat moet dit voorstellen? Een robot. Ben jij een robot? Ja. Hoe is het eindresultaat? Kun je me dat laten zien? Ja. Nou, daar hebben we op geschreven, dit is papier van de spelenleer. Want de bladeren komen van het schoolplein af en die zijn gevonden op de, ja, bij het schoolplein van de spelenleer. Laat eens even zien aan de camera. Hoe loopt een robot? De jaarlijkse herdenking bij het verzetsmonument in buurtschap Roont trok zondag veel belangstellenden. Elk jaar wordt op deze plek de bevrijding van Bokstel in oktober 1944 herdacht. Veteranen en ook jongeren waren bij de herdenking aanwezig. Wethouder Peter van der Wiel hield een toespraak waarin hij opriep om onze vrijheid te koesteren. Het gilde Sint Barbara en Sint Joris bracht volgens traditie de vindelgroet. Bovendien werden bloemen neergelegd bij het verzetsmonument. De plaquettes op het monument werden een paar dagen voor de herdenking nog vervangen. Op de oude platen stonden enkele namen verkeerd geschreven. Ook werd een extra tekstregel toegevoegd als eerbetoon aan alle verzetsmensen. Iets heel anders dan. We kennen bloemen natuurlijk van in de vaas. Maar wist u dat we sommige bloemen ook kunnen eten? In de straat Zonneglans werden afgelopen zaterdag tijdens de buurtplandag vele eetbare planten en bloemen geplant. Deze dag is een initiatief van de werkgroep Eetbaar Bokstel, de gemeente en buurtbewoners. Dus als u over enkele maanden iemand zijn bosje bloemen ziet oppeuzelen, weet u nu waarom. Een stukje grond van 8 bij 3 meter is ingericht als eetbare tuin. De buurtbewoners gingen zelf aan de slag om de plek in te richten. We zijn hier op het einde van de duurzame week met een plantactie bezig. In de bebouwing zijn tegels weggehaald en er komen allerlei eetbare planten te staan. Het was even flink doorwerken, maar na de heftige graafwerkzaamheden konden de planten in de grond worden gezet. We zien hier heerlijke planten en die gaan we zo meteen hier neerzetten, zodat we volgend jaar deze plantjes hebben. En ze smaken echt overheerlijk. Ze kunnen in de sla ter decoratie, maar je kunt ze ook opeten. Dat is een mooi kleur. Ik wist niet dat dat weer gedaan werd. Ja, zij doet dat wel. Nou, hiermee is de wijk groener geworden en leren de kinderen meer over eetbare planten en bloemen. En twee? Ja, goed hè. We hebben ons tussendoortje wel weer gehad, hè? De initiatiefnemers hopen dat meerdere plekken in Bokstel volgen. Moet je zo op de sla doen, hè? Ja. De planten staan er mooi bij. Nog een jaartje en dan kan er lekker gesmuld worden. Waar u waarschijnlijk geen eetbare bloemen kunt vinden, is op het grasveld van LSV in Lennesheuvel. Daar werd namelijk een derby gehouden tussen de voetbalclubs LSV in Lennesheuvel en het Geemondse Irene. Afgelopen zondag stond dat op het programma. De wedstrijd was bijzonder spannend, maar de start oogde wel wat rommelig. In de 22e minuut scoorde LSV de openingstreffer en in de 40e minuut was het Irene die de gelijkmaker binnenschopte. In de tweede helft werd er niet meer gescoord en bleef het 1-1. Tot zover deze uitzending. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.